Een attestent maakt een opname van een consult. Ik maak een opname van mij. We vergelijken dat. En op die manier krijg je stof tot discussie om te zien wat is goed, wat kan beter. Wat is het verschil om op die manier heel laagdrempelig eigenlijk met elkaar hierover te kunnen praten. Klem in de rug. Ja, ja. De nek bedoelt u dat? In de rug. Maar dat is wel vervelend, hè? Ja. En dat brengt allerlei complicaties binnen de familie. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Even op terugkomend op Pura, kijk wat we gedaan, dan is het heel simpel om te zeggen, we gaan weer eventjes prednison gebruiken. Maar het heeft nogal verregaande consequenties, hè? Ik weet het, we hebben het toen heel veel gebruikt. Ja, want dan raken de bloedsuikers weer in de war en dan zien we toch dat er op ander gebied problemen gaan ontstaan. En je suggereert dat je hem een keuze geeft, maar je geeft hem helemaal geen Ik denk dat de patiënt het niet kan reproduceren. Nee. Stond je onder tijd, dus zaten er nog 10 anderen in die wachtkamer. En ik vind dat je inderdaad heel weinig checkt tussendoor of dat aangekomen is. Ja. Het is ook goed om positieve dingen te horen. Ja, maar het is eigenlijk zo dat ik, toen ik terugkwam in de wachtkamer, of in de spreekkamer, eigenlijk al voor mezelf bedacht, dit gaan we doen. Ik ga het even het rieltje afwerken en dan gaat daarmee naar huis toe en over 3 maanden komt hij terug naar de feestdagen. Kijk, ze hebben nog steeds het idee van hij is het al, hij is al zoveel jaar bezig, dus bij hem gaat alles goed. Dat is de mate die mij straks genomen gaat worden. En de eerste contact zien ze eigenlijk al, want ik laat meestal de eerste keer dat je doet iets zien wat niet zo goed verlopen is, dat ze denken, hey, verrek. Dat is ook bij een opleider nog een probleem. Die kun je nog steeds verder in moeten scholen. En ook al doe je nog zo goed je best, is niet dat alle contacten naar tevredenheid verlopen. Je leert er zelf ook wat van. En op die manier creëer je een veilig opleidingsklimaat, wat assistenten zeer appreciëren. Dat was de supervisor. Nou, de artsassistent. In het begin is dat gewoon eng. Het is nooit leuk om jezelf op televisie te zien en uitvergroot. Zeker niet als dingen niet helemaal lopen zoals je zou willen. Je wilt toch al laten zien dat je iets heel goed kan. En wel, nu moet je ook laten zien dat ook een opleider wel eens fouten kan maken. En dat is wel lastig in het begin, maar als je een sfeer weet te creëren, jij mag iets over de assistent zeggen en de assistent over jou, dan zie je dat dat heel snel weg is. Ja. In het begin denk je van, god, dat is allemaal ingewikkeld, het kost tijd, het is moeite, ik moet me blootgeven aan assistenten. Maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan is het gewoon een hele plezierige methode om beiderzijds heel veel dingen te leren. Ook van de assistent, die heeft echt een meerwaarde van.